De gevel van de oude fabriek is prachtig gerenoveerd. Maar naast die gevel en wat oude foto's is er niets dat herinnert aan dat andere textiel. Ooit een textielfabriek, nu een outletcenter. Die zich voor een groot gedeelte richt op de Nederlandse koopjesjagers. En dat kan ook prima, want vanuit Enschede is het maar een half uurtje rijden. We verwachten jedes jaar etwa 700.000 Nederlandse bezoekers, insgesamt 2,5 miljoen. We zagen een advertentie in de krant staan en we werden nieuwsgierig. We gaan kijken. Ja, je hebt hier van alles en je kunt je auto voor niks parkeren. En ja, je hebt alle soorten merken, dus voor iedereen wat wils. Dus we zijn met 4 vrouwen, dus ja, dan kan iedereen zijn eigen kant op gaan. We zijn een bestandteil des toerismus, der Gesamtregio, ook de regio Twente, de Nederlanden, Emsland, dem Ruhrgebied ook. En dat willen we genau ook hier reflecteren. We hebben ook een Twente-plan installiert, om ook dem holländischen Besucher willkommen zu heißen, ook in ons center. Nou, als ik heel eerlijk moet zijn, valt me heel erg tegen. Outlet en dan denk je, oh, lekker alles goedkoop. Nou, als je maatje 38 hebt, dan is het heel goedkoop. Maar als je maatje 48 hebt, kom je niet in aanmerking. Nee, ik vind het ook een beetje te groot aangepakt. En ook, wat mevrouw zegt, iets aan de dure kant. Te groot, te duur. Het zal allemaal wel. Maar hoogstwaarschijnlijk zijn er binnenkort weer een hoop mannen die er zo bij zitten.